Deze muziek geeft me al kippenvel, man. Ik zet hem ook gelijk even iets harder. Ongeveer zoiets, denk ik. Ik ga jullie nu vertellen, jongens. Metroid Prime, oprecht, is één van de allerbeste games ooit gemaakt. Ik heb hem natuurlijk al een keertje uitgespeeld op stream. Maar nu er een remastered versie uit is gekomen, kon ik het niet laten om deze ook te gaan checken. Dat is dan precies wat we nu gaan doen. Deze openingsmissie was trouwens ook echt heel bruut. Ik heb deze openingsmissie namelijk. The cosmos. In the vast universe, the history of humanity is but a flash of light from a lone star. Dit is nieuw. The life of a single person should be lost in space and time. But among the stars, there is one light that burns brighter than all others. The light of Samus Aran. Her battles extend beyond her life and etch themselves into history. Here, another chapter of that history will be written. Oh man, kippenvel. Kippenvel. Yo, what's up, Cerise? Goedenavond. Middag moet ik eigenlijk nog zeggen. What's up, Jojo? Oh, beterschap, man. Beterschap, Boshandel. Ja, het is in verband met Ajax, zo'n race. Ajax speelt om 7 uur, dus vandaar. Ah! Oh my god. Oh! Huh? Het bestuurt als een... Als een traditionele FPS. Waar zijn de tank controls gebleven? Dat is raar. Dat voelt heel gek, dat voelt niet Metroid. Ik vond namelijk de uitleg waarom ze dat niet deden, die traditionele controls, vond ik best wel tof. Even kijken, dit moeten we scannen natuurlijk. To return to the combat visor. Ik heb deze, precies dit stukje, dit is namelijk de openingsmissie. Heb ik ooit voor het eerst gespeeld op een gamebeurs. In Utrecht. De gameplay heette het, geloof ik. En dat was nog voordat de game uitkwam. En dan kon je deze hele openingsmissie spelen. En het was amazing. Het was echt amazing. Natuurlijk voor de mensen die deze game... ook wel eens hebben gecheckt via andere manieren. Weten dat er ook 4K textures en dergelijke daarvoor waren. Maar toch, er gaat voor mij niks boven gewoon originele producties. Oh, dit is gek, man. Maar nu wil ik wel een pro controller eigenlijk. Ik bedoel, die controllers van de... Hey, normaal gesproken hoor je een stemmetje recorded to logbook. Waar is dit stemmetje gebleven? Dat mis ik. Even kijken wat dat is. Ah, ik wou net zeggen. De echte collectors die... Oh, hij leeft nog. Ja, dat was het.
Je weet dat je alles moet scannen. Nou, dat gaan we deze playthrough niet doen. Jij moet de verhalen over 8-bit Doe. Dan kan je ook een PlayStation controller en een Xbox controller gebruiken, geloof ik. Dit is zo amazing, man. Sorry. Ik snap dat nostalgie een hell of a drug is. Dat is het ook echt. Maar dit doet me echt enorm goed. Ik moet zeggen, het is even wennen, die moderne controls. Maar not hating it, man. Not at all. Hoe worden we ook weer een morfbal? Zo dus. Maar ik kan je ook wel zeggen, dit zijn echt de ultieme exploration games. Veel backtracking zit er natuurlijk ook in. Maar ook de artstijl, en dat heb ik altijd gezegd, de artstijl is zo goed. Deze leende zich om altijd in een remastered versie uit te komen. Want het is een tijdloos design. Het is echt een tijdloos design. Op het begin hebben we al onze gear, al onze skills, althans heel veel. Maar er gaat wellicht wat mee gebeuren. Ja, vanavond ben ik ook nog gewoon online. Maar dit moest ik even gespeeld hebben. Kijk, en dit doet iets. We hebben wel een notoire scanner, hè? Hier moet een lift zijn, toch? Ja, ik wou net zeggen. Die is hier. Ik speel nu met die, ja. Ja, absoluut. Dat is het enige wat ik heb, namelijk. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het doet zijn werk. Maar je wilt toch net wat langere thumbsticks. En je schiet nu ook met de triggers, met de shoulder buttons. En op de GameCube was dat met A. En je kon niet om je heen kijken, dat kon alleen als je stil stond. Dat zijn die tank controls waar ik het over had. Ja, de gameplay is wel gemoderniseerd. Nog veel liever zou ik dit in 4K willen spelen, man. Gaan ze ooit met een 4K Switch komen? Ik ben bang voor niet. Ze hebben het ook niet nodig. Dat is ook zo, maar... Deden dit ook weer. Ik moet ook wel even die graphic comparison gaan checken, hoor. Want voor mijn gevoel ziet het er niet echt anders uit. En dat is om wat ik al zei, van de artstijl al zo goed was.
What? Oh, je moet gewoon snel zijn dus. Hier hebben we onze eerste boss battle. Het is inderdaad dezelfde trui ook. Oh, het ziet er wel lijp uit hoor. De game is niet super lang, 15 uurtjes of zo. Volgens mij hebben we vorige keer 15 uurtjes erop gedaan. Parasite Queen. Is je auto-targeting. Ja, de muziek is echt heel goed in deze game. Goeie sci-fi vibes ook. Ja, precies ook niet. Precies dat. Hé, maar die moderne controls die werken wel voor me. Wat ik al zei, het was even wennen, maar... Ik vraag me wel af wat de reden is waarom ze het hebben gedaan, want in... Want in 2002 zeiden ze dat expres niet deden. Omdat ze niet die first-person shooter vibe wilden hebben. Omdat het niet een first-person shooter was. Het heette destijds volgens mij, and correct me if I'm wrong, first-person adventure. En dat is ook precies wat het is. Het is een first-person adventure. Telefoon, ja? Wat voor notificatie is dat dan? Ik hoop alleen niet dat de geruchten over Metroid Prime 4 waar zijn. Ik las laatst ergens dat hij gecanceld zou worden. Dat hij alsnog gecanceld is. En dat ze er een soort van live service game van maken. En dan meer in de stijl van Metroid Prime Hunters. Wat een DS game was. En dat was meer een multiplayer shooter. Ah, dat is voor mij geen Metroid. Dat is voor mij absoluut geen Metroid. Dus ik hoop niet dat dat waar is.
had ook echt veel coole visors in deze game. Dat was ook wel een heel ding. Heb je Other M uitgespeeld? Nee! Nee, ik ben wel echt heel ver gekomen. Volgens mij echt heel dicht bij het einde. En ik weet niet wat er is gebeurd, maar we hebben nooit meer uitgespeeld of afgemaakt. Oh. Goed, ja. En heel eerlijk, ik vond Metroid ADM vond ik niet eens heel slecht. Ik weet dat hij enigszins verguisd wordt. Maar ik vond best wel een toffe interpretatie van Team Ninja. Ik weet het niet, Jurre. Misschien is het puur simpelweg omdat ze die trilogie één voor één willen uitbrengen. In plaats van de trilogie wat al natuurlijk heel lang het gerucht was. Misschien hebben ze die drie games nu losgetrokken, zodat ze drie keer 40 euro ervoor kunnen vragen. In plaats van één keertje 60. Ik vermoed zoiets eerder. Jij niet? Ja, en als deel 4 inderdaad weer gecanceld is, dan hebben ze echt nog veel meer tijd nodig. Ja, hoe heet het? En Zelda werd natuurlijk gisteren getoond. Die ziet er ook echt fantastisch uit. Ik wil Breath of the Wild wil ik nog steeds even een keertje uitspelen op stream. Ja, het ziet er wel echt prachtig uit, man. Amazing. Echt amazing.